Welkom bij de marktflits van vrijdag 17 februari. Het is nu 10 uur 's ochtends en ik kom net terug uit de sportschool, dus vandaar dat ik mijn tenue nog aan heb. Ik denk, laat gelijk even een filmpje opnemen, want als ik dat uitstel, dan komt het op een gegeven moment niet meer van. Dus en op vrijdag wil ik toch graag vroeg stoppen met werken dus vandaar. Ik heb wat nieuwsberichten voor je. Eentje gaat over de stablecoin. En wel te verstaan, de stablecoin, hoe heet die ook alweer? Even kijken, van het bedrijf Terraform Labs. En de Security and Exchange Commission gaat een zaak voorbereiden tegen deze stablecoin. Dat meldt Bloomberg. Het is overigens nog niet bevestigd door de SEC. Daarover straks meer van. Hoe kijk ik naar stablecoins en wat doe ik ermee? En daarnaast El Salvador, die is bezig om een tweede ambassade te openen. Een Bitcoin ambassade, zoals ze dat noemen. En dat vind ik ook wel leuk om even te melden. En natuurlijk de technische analyse. De twee munten die we behandelden in de masterclass. En die ik vooraf heb aangekondigd aan jullie. Hoe, wat en wanneer ik een trade zou nemen. Die zijn allemaal gigantisch gestegen. Dus dat is natuurlijk leuk om te laten zien. Dus ik hoop dat je ook je technische analyse op deze coins hebt gedaan. Zelfstandig. En bent ingestapt, want dan heb je gewoon leuke winsten gemaakt. Daarover straks meer. Laten we beginnen. Okido, even kijken, is het licht zo goed? Ja, dat gaat wel lukken. De nieuwsberichten, allereerst even naar de stablecoin. Wat een stablecoin is, ga ik je niet helemaal uitleggen. Nu, dat moet je maar eventjes opzoeken op het internet. Wel in het kort, het is een coin die over het algemeen zegt dat die gelijk staat aan een andere valuta. Bijvoorbeeld de US dollar. En in dit geval de stablecoin Terra USD. Daar zou wat mee zijn en volgens de SEC zou het bedrijf achter deze stablecoin de investeerders hebben misleid. Even kijken, en ook is deze Terra USD niet geregistreerd als beleggingsproduct bij de SEC. Maar of het allemaal waar is of niet. Kijk, stablecoins zie ik als een nuttig alternatief op het moment dat je niet kunt handelen tegenover een euro of tegenover een dollar. Bijvoorbeeld op Binance. Dan moet je een andere munt kiezen, omdat je anders niet goed kunt handelen. Nou, de enige stablecoin die ik eigenlijk altijd gebruik is de Tether, of de Tether, hoe je het wil noemen, afgekort de USDT. En alle andere stablecoins laat ik eigenlijk voor wat het is. Misschien zitten er goede bij, misschien niet, ik weet het niet. Ik ben dat gewend. Tether is al jaren heeft hij bewezen dat inderdaad één Tether gelijk staat als $1. En dat houden ze op dat moment vol. En ze claimen ook dat het gedekt is. Ja, wie ben ik om dat te checken? Dat is natuurlijk hartstikke lastig. En het blijft altijd. 100% garanties heb je niet, maar dat brengt me ook naar het reguliere geld en reguliere aandelen. Hè. Bekijk de documentaire over Madoff eens die nu op Netflix staat, dan zul je begrijpen wat ik bedoel. De meeste oplichter gewoon in de reguliere zaken. Dus het komt overal voor en je moet altijd goed uitkijken. En op dit moment handel ik over het algemeen vanuit de USDT op Binance. De enige keer dat ik dat wissel, dat ik ga handelen vanuit de Bitcoin. En dat is als Bitcoin gewoon echt in een boelrun zit. Niet een korte, maar gewoon echt een boelrun. Zoals in 2017 en daarna in 2021. En dan is het leuk om vanuit Bitcoin te handelen. Omdat je dan trades zet in Bitcoin. Je gaat je Bitcoin dus vermeerderen. In andere woorden, je gaat Bitcoins verzamelen. Terwijl Bitcoin zelf ook aan het stijgen is. Hè? En dan gaat het een stukje harder. Maar dat is even iets voor wellicht gevorderde. Je kunt ook gewoon in je stablecoin blijven handelen. En als je op bijvoorbeeld Bitfavo handelt, dan kun je ook gewoon vanuit de euro handelen. En dat is misschien gewoon als je net begint wat prettiger om te doen. Volg vooral je gevoel daarin hoe je dat doet. Nou, dus dat. En wat ik ook leuk vond is dat El Salvador, hè, dat is het eerste land wat gewoon Bitcoin als wettig betaalmiddel heeft ingevoerd. Die is van plan een Bitcoin ambassade te openen in Texas. Ze hebben gesprekken gehad met de, hoe heet zo iemand?
Nou, de leider van Texas. En ze hebben goede ideeën daarover. En wat doet zo'n Bitcoin-ambassade nou? Nou, die voert vooral gesprekken op een hoger niveau. Hoe ze nou om moeten gaan met de nieuwe situatie. Want er zitten voordelen aan, maar ook nadelen. Ondanks dat El Salvador de Bitcoin heeft gereguleerd en heeft geaccepteerd als wettig betaalmiddel, zijn zij zich er wel degelijk van bewust dat het ook voor heel veel witwaspraktijken en illegale zaken gebruikt kunnen worden. En dat mensen gewoon ook worden opgelicht. Maar ja, opgelicht word je dus ook in het reguliere circuit. Hè? Dus vergis je niet. Het is een nieuwe manier. Het is anders. We moeten er allemaal aan wennen. Dus ja, dus dat. Nou, voordat ik te veel afdwaal, laten we lekker naar de technische analyse gaan. Want we hebben enorme mooie trades gehad afgelopen week. En allebei de trades heb ik aangekondigd aan jullie dat ze eraan zaten te komen. En inmiddels is het geschied. Waar je nu naar kijkt, want ik kom zo op die twee trades, is even de Bitcoin grafiek. En we kijken naar de uurgrafiek. Ik weet even niet waarom die balk daar staat. Laat ik eens even mijn... Soms met lesgeven ben ik bezig en dan trek ik allerlei lijntjes om een punt duidelijk te maken. En vervolgens heb ik bij mijn marktflits een analyse die, nou ja, een beetje rommelig is. Even kijken, laat ik eens het een en ander opruimen. Zo en zo. En die kan ook weg en die heeft ook geen zin meer. Zo. Nou, dan is die een beetje schoon. Wat zien we? Ik had hier een weerstandsgebied getekend. He, en je ziet ook wel dat het om een gebied gaat en dat hier de sprietjes hier erboven uitkomen. Hetgeen ook hier gebeurd is. He, dus op dit moment bevindt Bitcoin zich in dat gebied. Het leek er even of hij erboven uitsteeg. Maar ja, de body moet toch echt wel sluiten. Nou, tenminste hier boven dat groene gebied. Maar eigenlijk boven de highs hiervan. Dan hebben we die bevestiging. Dat hebben we nu niet. Hij is daar wel boven gekomen, dus hij heeft een nieuwe high gemaakt, al is die miniem. Want de high van 15 augustus, let me check, was... Ah, daar staat de dingetjes er eventjes doorheen. Even kijken, de high van 15 augustus was 25.211 en de high van gisteren was 25.250. Dus dat is ietsje hoger. Maar het is een nieuwe higher high, dus hè, dat is positief. Vervolgens heeft Bitcoin is hij door de EMA 200 gebroken en heeft hier in de EMA 200 heeft hij support gevonden. En ook in het gebied van de EMA 21 en 50. Dus dat zijn ook positieve berichten. Nou, wat weten we van een lange candle recht op de marktstructuur? Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het is 9 van de 10 keer geen breakout, maar een fake out. Dus op dit moment ook... He, lange candles op die marktstructuur. Ik hoop niet dat je hoog bent ingestapt, want het is gewoon zo vaak bevestigd dat je moet het opbouwen van druk hebben en daarna die uitbreek. En vergis je dan niet dat dit het hier het opbouwen van druk is en de prijs gaat naar beneden en dan komt ineens die lange candle. Dat is niet zo. Hij had dan na het opbouwen van druk hier eruit geperst moeten worden. Dat is niet het geval, dus het was een lange candle. Nou. Hebben we nu garanties? Nee, dat is niet wat ik bedoel. Hè? Want garanties krijg je niet hè? Want, met het traden. De prijs kan net zo goed vandaag hier nog steeds bovenuit breken en toch omhoog gaan. Dat is gewoon zo. Maar we zoeken naar zoveel mogelijk zekerheid en zoveel mogelijk om je aan vast te houden. En dan, als je dat consistent doet, dan ga je merken dat je winstgevend aan het traden blijft. Hè? En... Natuurlijk ga je dingen missen en trades missen. En ook als deze nu naar boven zou gaan, dan heb ik deze gemist. Omdat ik geen druk opbouw zie. Het zijn lange candles op support. Dus dan neem ik het risico niet. Omdat ik weet dat het 9 van de 10 keer fout gaat. Maar ja, die 10e keer gaat het misschien wel goed. En heb ik hem gemist. Maar ja, then again, er is altijd een nieuwe trade. Dus zoek naar zoveel mogelijk voordelen in de markt. Zo noem je dat. Zoveel mogelijk bevestiging naar dat gebied van waarde. Want daar komen ze bij elkaar. En neem dan je kans. He, want dan heb je veel meer kans dat iets goed gaat. Nou, wat is er gebeurd? Bitcoin heeft dus een higher high gemaakt. Hij zit hier in dat weerstandsgebied en is hier op zoek naar... Ja, wat ga ik doen? Hij is naar beneden gedrukt. Hier is weer een groene candle. Maar voor hetzelfde geld gaat hij hier nog een stukje naar beneden en vindt hij hier zijn gebied. He, wat ik telkens roep is dat je op zoek moet gaan naar die bevestiging van meerdere candles. En dan het liefst schuin omhoog en daar pakken we onze trades. He, dat is hier gebeurd en is hij naar beneden gegaan en hier gebeurde dat weer. Nou, hij is hier eruit gegaan en nu moet het dus weer gebeuren.
hè, dat supportgebied wat ergens bevestigd wordt. En daar kunnen we onze trades maken. Nou, terwijl dat dus hier aan het gebeuren was, hè, hadden we hier die bevestiging. En hier zag Bitcoin er goed uit. Hè, na die, ik zal even uitvergroten. Na dat respecteren hier van de EMA 200. Ik kan hier ook een weerstand-supportlijn tekenen. En daarop is die steeds heeft die support ontdekt. Hij heeft hier een iets lower low gemaakt ten opzichte van 10 februari. Maar het eindigde in een hammer. En dat is ook weer, hè, je moet het zo zien. Die body die werd eerst omlaag gedrukt. En die werd weer naar boven geduwd door allerlei kopers. Dus een weg hier met die prijs. Hè. Beetje kinderachtig uitleg misschien. Maar ik bedoel, hè, dat je snapt wat ik bedoel. Die prijs wordt omhoog geduwd. Dat moet je gaan leren ontdekken in die candles. En vervolgens is de bevestiging gekomen door die groene candles. En dat heeft het gemaakt dat ik het aandurfde om in trades te stappen van onder andere RNDR en Kokos. En dat waren gewoon twee munten die we in de masterclass Stress Vrij Traden onder andere behandelden. En die munten zagen er goed uit omdat die in een stijgende lijn zaten. Alle andere munten die waren met een lower low. Alle andere munten die op ons lijstje staan. Ja, want er zijn zoveel munten, dus er zullen ongetwijfeld nog meer goede tussen zitten. Maar het lijstje wat ik bijhoud is de zogenaamde spike list. En dat zijn munten die we hebben gevonden die in staat zijn om binnen één dag 20% of meer te maken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan worden je targets sneller geraakt als je dan toch een goede setup ziet. Dus dat is hoe we het doen op dit moment in de masterclass. En op dit moment werkt dat prima. En we blijven dat doen totdat het niet meer werkt. Want zo werkt het met traden, hè? Dan heb je weer een andere strategie nodig. En in de masterclass leer je er genoeg. We behandelen er een stuk of zes. En dit is de manier waarop we nu traden. Dus we blijven of de trend volgen of we pakken die countertrend. En dan het liefst met munten vanaf die spike list. Nou, lang verhaal kort te maken. Dit zag er dus goed uit voor Bitcoin. En de MACD bevestigde op 12 februari het einde van de neerwaartse flow, het neerwaartse momentum. Dus dat zijn allemaal zaken waar wat mij bevestigde. Als dat niet wijzigde en mijn setup in de andere munten bleef goed, en dat was ook het geval, ben ik ingestapt. Nou, eentje daarvan was deze trade. Even kijken, die heeft hier een pullback gemaakt. Heel netjes langs deze trendlijn is die. Die trendlijn komt hier vandaan. Heeft meerdere bevestigingen en ging hier dus weer verder. Dus de trendlijn is hier wederom bevestigd. Is die gaan traden, ook langs de EMA 21. En wat ik vertelde is dat ik hem het liefst oppakte langs deze trendlijn. Of anders, als hij de high van de vorige dag voorbij ging. Nou, hij ging dus niet terug naar de trendlijn. Prima. Maar de high van de vorige dag. Dus daar heb ik hem opgepakt op 15 februari. En zo ook verteld in de marktflits van dat is wat ik doe. Het liefst langs de trendlijn of anders de high van vorige dag. En uiteindelijk is de dag daarna is eigenlijk het eerste target al gepakt. En gezien de rommeligheid in de markt heb ik gelijk 100% van mijn inleg direct verkocht. En dat was op 19,69%. Dus op deze trade heb ik 19,69% winst gemaakt. En ik heb mijn target bepaald op eigenlijk deze bodies. Dus net iets onder de high van hier, net iets eronder, dus rond de bodies. Daar heb ik mijn target geplaatst. En ik ben er gelijk uit. Hè, want ik vind de markt nog steeds te onzeker om maar in die flow te blijven en iets te laten staan en kijken hoe ver het gaat. Hè? Want ik stap liever opnieuw in bij een nieuwe trade, zodat ik gewoon meer zekerheid heb. Want dat is eigenlijk continu die afweging die ik moet maken. En alles heeft ook te maken dat ik kijk naar hoe staat mijn portefeuille ervoor. Ik heb nog andere trades lopen. Hoe verhoudt zich dat? Hoeveel risico wil ik nemen? Als dat risico mogelijk heel anders was, dan had ik misschien maar 50% eruit gepakt en de rest laten lopen. In dit geval heb ik hiervoor gekozen. Maar dat is helemaal aan jezelf hoe jij het doet. Hè? En in de masterclass stressvrij traden leer ik je ook waar je allemaal op moet letten bij met dit soort risico's te bepalen. Nou, de andere is nog mooier. Alleen, ik heb ook de stelling, ik kon qua risico, wilde ik nog maar één trade openen. Dus dat is wat ik heb gedaan. Maar er zijn leerlingen die deze trade wel hadden genomen. Nou ja, je ziet wat deze gedaan heeft. Dat is natuurlijk prachtig. Ook voor deze gold dat ik hem het liefst langs de trendlijn zou oppakken.
Dat is niet gebeurd, dus dan neem je in dit geval de high van de vorige dag. Of als je wat veiliger doet, dan neem je toch de breakout, dus de high van 12 februari, en dan pak je hem daarop. Hè, maar ja, je ziet wat hij gedaan heeft. We gaan straks voor de log gewoon eens opmeten. En waarom bij deze breakout wel? Omdat we hier een duidelijke drukopbouw zien. Hè, je moet het zien alsof je met een hele grote hamer op een muur slaat. Boom, er tegenin. En hier kleine stukjes. En dan nog een keer boom, hier. En boom, en nog een keer. En ineens gaat hij er doorheen. Zo, dat is een beetje de beeldspraak die je hierbij kan gebruiken. Het opbouwen van druk. Ik wil er doorheen, wil er doorheen. Op een gegeven moment zijn er gewoon veel minder sellers. Hè, want hier zijn er sellers die de prijs naar beneden drukken. Hier. En op een gegeven moment gaan de mensen die in die schuine lijn kopers zijn, ja, die gaan winnen. Want ja, de sellers die zijn er gewoon uit. En op een gegeven moment bij een breakout, ja, dan denken heel veel mensen, oké, nu is het tijd. Ik zie druk opbouw. Hier is de breakout. Ik ga in die breakout treden. En dat doet de prijs nog verder omhoog. En ja, en hier vervolgens heb je weer iedereen die zijn target pakt. En dat doet de prijs weer hier naar beneden zakken. Als je nu pas hier naar kijkt, dan ben je te laat. Gebied van waarde zit hier, de prijs is er al voorbij. Ik zeg niet dat je geen winst meer kan pakken. Tuurlijk kan je hierin stappen en morgen is de prijs hier. Dat kan, heb een trade gemist. Dat is niet hoe ik handel. Ik wil zekerheid, dus ik wil eerst weer het gebied van waarde rondom de prijs. Dus het kan zijn dat er een pullback komt, dat er hier een gebied van waarde ontstaat. Het kan ook zijn dat de prijs verder omhoog gaat en dan gaat hij hier nieuwe candles maken. En dan ontstaat hier vanzelf weer een gebied van waarde waar al die zaken bij elkaar komen. En op dit moment is het gewoon te laat. We gaan hem even opmeten. Ik ga uit de tijd. Ik wil mijn marktflits al 10 tot 15 minuten houden. Maar als ik enthousiast ben, dan ratel ik door. Even kijken. Laten we voor de veilige mensen eruit gaan dat je hem dus boven de high van, 12 februari hebt opgepakt. En nou ja, het hoogste punt is 75%. En laten we denken dat je er gewoon iets onder blijft zitten. Nou, je ziet dat je een enorme mooie trade hebt kunnen maken. Hè? Dus, en ook al heb je niet je OCO-order geplaatst of je verkooporder hier bovenin. Of heb je hem uit veiligheidsoverwegingen op de twee candles hier geplaatst. Hè, op die bodies. Dan nog heb je hier 28%. Het zijn gewoon enorm mooie trades. En dat is het leuke van die piekenlijst. Dit is dan een uitschieter. Hè? Die kan er zomaar tussen zitten. En als je toch de piekenlijst, de spike list trade, dan heb je ook dat geluk. Maar als we nou eens gewoon een candletje tussendoor opmeten, dan zie je dat deze candle al in staat is om 16, bijna 17% te maken. Dus als je toch aan het traden bent, snap je wat ik bedoel met die spike list? Dat is gewoon enorm leuk om daarop op te handelen. Nou, we gaan door de tijd heen. Ik ga afsluiten. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Heb je vragen, stel ze in de comments. Leerlingen, die weten mij te vinden op het leerportaal. En ik wens je alvast een heel fijn weekend.